Okie dokie. Daily challenge tijd. Laten we eens kijken wat het vandaag allemaal brengt. Dit is... Blauw, blauw. Oh, ik dacht dat dit... Griekenland of Turkije zou zijn, maar... Blauw, blauw verraadt dat het... Italië... of Albanië is. Met name omdat ik denk dat het... dacht dat het Turkije was, ga ik op dit moment nog even voor Albanië. Ja, want dat is sowieso... Dat is sowieso geen Italiaans. Kan natuurlijk alsnog Turkije zijn met Italiaanse bezoekers. En dat is ook wat blauw-blauw dus. Dan moet dit wel... Ah, hallo. Nee, dit is echt geen... sowieso geen Italië. Dus dan moet het wel... Dan moet het wel Albanië zijn, toch? Dat kan bijna niet anders. Tirana. Oké, okay, dan hebben we dat in ieder geval opgelost. Nou, zou ik graag, maar ja, ik weet, jawel, ze werken wel, want ik heb volgens mij een keer eentje gevonden, daar, kijk, Ceroni, maar goed, ik denk niet dat ik deze, maar eerst even vinden hoe deze weer heet, en dan het liefst gecombineerd met een andere, kijk, met zoiets als dit. Deze straat heet... niks. Ik heb hier geen straatnaam. Dat is een beetje jammer. Het was een Dures. Nee, dat kan niet, ja, want het was op een busje. Busjes bewegen. Dit is Turkije, zou ik zeggen. Dit dan wel. Zou je denken in ieder geval. Gaan we tankstation op? Dat betekent dat Turkije is. Volgens mij hangt daar al Turkse vlag als ik het goed zie. Oh, ik dacht dat dit ook Turkse vlaggen waren, maar het is alleen deze. Het is alleen de die. Oké. Anadolu, nog iets. Hatay Kirikan. Dat is wel een stad, maar ik heb geen idee meer waar ik die gezien heb. Ik herken de naam. En nou ga ik zitten twijfelen of ik de naam herken als zijnde van het
Oh nee, nou ga ik overal aan zitten zuigen. Niet doen. Wat ik zeg, ik weet ook niet meer waarvan ik hem. Ik herken de naam. Het is volgens mij ook echt een plaats, denk ik. Maar ik heb geen idee meer waar vandaan. Of is het een regio of zo? Ik heb geen idee. Ah. Ja, nou ben ik volledig op de Kirikan-trein. Ik spreek waarschijnlijk ook nog eens verkeerd uit, dus dat helpt ook niet. Wij. Het zou mooi zijn als ik hem op het laatste moment zie. Dat zal wel niet, ik bedoel. Ah. Ja, kijk, zie ik hier die kan. Helemaal links onderin. Links, dat is rechts. Helemaal rechts onderin. Oh, hallo. Dit gaat Mongolië zijn. Vraagteken? Dat lijkt me wel, ik zou niet weten. Ja, het zou eventueel misschien nog Rusland kunnen zijn. Maar. Oh jawel. Kan nog wel. Ja. Wacht, dit gaat niet. Nee, dit gaat niet Ulaanbaatar zijn. Dit is iets kleiner dan Ulaanbaatar. Zou ik hem eerder in de buurt van Erdenet zetten, denk ik. Met name vanwege die sneeuw die ik daar zie liggen. Ja, dat is echt een heel onlogische gedachte eigenlijk. Ja, dat zit hem tussenin. Echt. Aan de andere kant, er is ook nog best wel redelijk wat groen. Dus het zou ook. Doen? Waar is het daar? Ik ga het risico nemen. Daar staat een bordje met een naam. Oh, kom op. Lake of school. En wat is de Lake of school? Dat is hem niet. Nee. Karkar. Deze heeft gewoon geen naam. Is misschien ook meer een rivier. Hebben we nog. Het lijkt me wel toeristisch te zijn, want anders zou dat er ook niet in het Engels staan, weet je. Een second. Shankill. Toetsen. Wacht. Ah, ik wilde hem daarnet plaatsen. Damn it. Ah, Rie. Kaido. Kaido. In. Kaido. Of ben ik dan weer te enthousiast?
Gaan ze nou daadwerkelijk de adressen plaatsen? Ja, dat zou fijn zijn. Was Japan geel? Oh, wacht, dat is een. Ah, dat is. Dat is zoals in. Peru? Ja, dat is Peru. Dat is duidelijk Peru. Dat zakelijke voertuigen gele nummerborden hebben en de particuliere witte nummerborden? Is het zo? Ben ik dan gek? Oké. Maar goed, dit is duidelijk Japan. Komt daar een bord aan? Er komt een bord aan. Ik wil hem eerst alvast ergens gewoon in Japan wegpleuren. Maar dat is niet nodig, want er komt hier een bord aan. 5 Hokkaido. Ja, hey. Dat is Hokkaido. Dus zou dat inderdaad voor Hokkaido staan dan? Daar. Echt net op het water. 5 en 2, 64. Kan natuurlijk ook even. Dus de E5. Wat? Dat is Oshambemori. Ah nee, Oshambe en Mori is dan iets anders. Oeps. Mori is daar. Zou dat hem dan kunnen zijn? Nee, want we zitten op de 5. Dus dan is het eerder hier. 6, 76 en 2. Dit is 6, 76. 2, 64. Zou hier 2, 62 staan? Waar is 2... Daar dus ergens, schijnbaar. Maar heet dat echt... Dat zal dan wel. Dat zal wel iets van de Hokkaido hoofdweg of zo betekenen. Want het is zo dicht bij die E5. Dat zal wel. Dat kan bijna niet anders, toch? Nee, ik weet het niet. Dit is... Denk ik, met dat erbij doen, is dat wel enigszins. Oh, hallo. Het is gewoon echt letterlijk. Hoe vaak zeg ik niet van, hé jongens, plaats gewoon het adres op je... op je ding. Bahama, nee, Bermuda. Somerset, daar. Echt gooi, oeh. Ik bedoel... Scotch Hill Road. Scotch Hill Road, daar. Dat is een Mandy's Secondary Middle School. Heb ik een andere... Weg hier ergens, ja, dat is deze. Maar ik denk dat het gebleurd wordt. Bob's Valley. Nog iets. Bob's Valley. Dus ik moet naar die school uitkijken naar Bob's Valley Road of zoiets ergens. Nope, dat is hem al niet meer. En dan verder gaan inzoomen. Dat is Bob's Valley Road. Maar is dit dan wel...
En dat zal dan wel, want... Stel dan niet op de aangever, kan dat? Ik zou denken van niet, maar... Dit zou moeten zijn, eigenlijk. Dat is het rare. Bob's Valley Lane East. Ja, dan is dat toch goed. Dan is dat toch goed. Waar zitten we? Ik heb die Baxter Supplies heb ik niet gezien, dus... zaten we hier of zaten we... De urde is dezelfde, dat maakt niet zo heel veel uit. Oh! Jezus, ik schrik mij het afblazen zonder die afblazen. Hey, veel results, het zal net geen... Ja. Het is Mongolië en Turkije geweest dat hem... genekt heeft. Breakdown, ja, dat is voor verder is niks. Mongolië, ja... Ik baal ervan dat ik op dat laatste... Als ik op het laatste moment... Dan was het misschien nog te redden geweest. Hoeveel was het? 3. Dat zal krap aan geweest zijn hoor. Als het dan al goud was geweest... Dan was het 2560 of zoiets geweest, weet je. In één keer zie ik dat... ik baal ervan dat ik dat... Dat ik echt 2 keer moet kijken dat ik... Ik snap ook niet dat ik dat gewoon niet zie. Soms, hè. Soms dan... Maar goed. Dat was hem voor vandaag. Morgen weer een dag en een nieuwe daily challenge. En dan zeg ik... Tot morgen.